Welkom allemaal bij de derde lezing van mevrouw de architect, die wij Bureau Europa in het kader van Love and the Mist, de expositie, organiseren. Ik heb het al twee keer uitgelegd, maar ik ga het toch even bij deze lezingavond ook weer even doen. Mevrouw de architect is geïnitieerd door Merel Pitt en zij heeft vorig jaar steeds in speciale edities vrouwelijke architecten op in de spotlicht gezet, maar ook enkele auteurs uitgenodigd die over vrouwen in het ontwerpvak hebben geschreven. Soms over hoe ze eruit werden geknipt, soms over bijzondere vrouwelijke kwaliteiten. En nou, daar gaan we gewoon op deze voet ook door. We hebben vandaag als gezamenlijke noemer het landschap. De vrouwen in het landschap of vrouwelijke ontwerpers die ook met het landschap bezig zijn. Dus het vrouwelijke blik op het land. Hoofdspreker Leo den Dulk spreekt over de bekendste Nederlandse tuinarchitecten en landschapsontwerper Mien Ruys. Voor degenen die hadden opgelet en dachten, hey, dat klopt niet, we zouden namelijk Annemieke Bakker hier horen. Maar zij was helaas verhinderd en we zijn ontzettend blij, Leo, dat je op deze termijn kon komen. Dankjewel. Mien Ruys is geschoold in Engeland en Berlijn. In een tijd dat er geen geschikte opleidingen waren voor vrouwen. En haar inspiratoren, Gertrude Jekyll en Paula Morderson-Becker, werden in hun tijd niet erkend. Maar ze gelden vandaag als de grote der aarde. Ik denk dat ik daar trouwens helemaal niet verder op door moet gaan, omdat jij dat allemaal ons gaat vertellen. Oh, oké, heel goed. Maar vervolgens hebben we twee andere sprekers. Architect Lotte de Moor en Gabi van Hommerig. Zij reflecteren op hun eigen werk. En dat het het Limburgse landschap ook betrokken heeft, want het zit als een fundamentele pijler in. Hoe beschouwen zij een natuurlijke omgeving, anders dan hun mannelijke collega's? En welke rol speelt hier in het erfgoed? Van een enkel gebouw tot een heel dorp en een verbinding en een transitie naar de toekomst. Daar ga ik zo verder op door. Leo, mag ik jou vragen naar voren te komen? Leo den Dulk is uitgever en redacteur van Onze Eigen Tuin. Onderzoeker, geschiedenis, tuin en landschap. En jij hebt de biografie geschreven van Mien Ruys, dus de grotere kenner kunnen niet aanwezig hebben. Hartelijk dank voor je komst. Allemaal in de gaten houden. Ik heb Mien Ruys, daar vertel ik nog wel eens wat vaker wat over. Want ik heb daar ik heb bijna 17 jaar gewerkt aan het boek over Mien Ruys. Dat kwam omdat ze heel veel werk heeft gemaakt. Heel veel is er ook niet van bewaard gebleven, maar we hebben in ieder geval 1100 projecten die in meer of mindere mate beschreven zijn. En later kwam daar dan nog, toen het boek al ongeveer geschreven was, kwam daar nog het verhaal bij van over het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. En er kwamen opeens allemaal leuke briefjes en ontwerptekeningen. En zo gaat het altijd door. Zo'n biografie, als je het zo wilt noemen, is natuurlijk nooit af. En dat vind ik op zich ook helemaal geen probleem. En wat ik voor vanavond gedaan heb, ik heb wat tekst opgeschreven, uitgeschreven. Want normaal vertel ik het altijd uit mijn hoofd, omdat het allemaal wel hier zit. Maar het thema is natuurlijk iets specialer, dus ik heb wat teksten opgeschreven. Dit is Mien op de gezegende leeftijd van, ik denk 62 jaar ongeveer. Mooie foto van Fred Zandvoort, ook geen onbekende in architectenland. En Mien is geboren in 1904, overleden in 1999, is bijna 95 jaar geworden, 94 jaar geworden. En ze heeft een werkzaam leven gehad van bijna 70 jaar. Er zijn niet veel vrouwen die haar, en trouwens ook niet mannen, die haar dat kunnen nadoen. Ze was tijdens haar leven al beroemd, al voor de oorlog, want ze was een grote naam in de Nederlandse tuinwereld. Ze was een tuinontwerper in een tijd dat er misschien nog 3, 4 vrouwen waren die tuinen ontwierpen. Landschap was iets wat eigenlijk pas na de oorlog erbij kwam.
Ze had erkenning zowel als tuin- als als landschapsarchitect. Dat was bij de BNT was dat apart. En dus ze was, ik geloof na de oorlog, een van de vier vrouwen onder ongeveer 50 landschaps- tuin- en landschapsarchitecten in totaal in Nederland. Moet je nagaan wat die mensen allemaal te werk hadden. Het moest ontzettend veel opgebouwd worden. Heel Schouwen-Duiveland moest opnieuw worden ingericht. Daar was Mierhuis ook supervisor. Nou ja, dat soort dingen. In ieder geval wordt Mierhuis gezien als de belangrijkste tuinarchitecten. Ik blijf nou gewoon maar even tuinarchitecten zeggen voor het gemak. De belangrijkste tuinarchitecten van de vorige eeuw. Tuinhistorica Jane Brown heeft in het jaar 2000 een boek geschreven, The Modern Garden. En daar stelt ze het werk van Mierhuis op hetzelfde niveau als dat van Burle Marx, Arne Jacobson, maar ook van Le Corbusier, Walter Gropius en Pietro Porcinaj. Dus nou, dat is wel een mooie erkenning. Toen ze in 1923 op 19-jarige leeftijd begon te werken in het bedrijf van haar familie, Moerheim, kwekerij Moerheim, opgericht in 1880. Ik ben in jaartallen zo lang zo wel vergeten. Zo rond 1880 door haar vader Bonneruis. Was zij een van de 8 kinderen die korter of langer in dat bedrijf hebben gewerkt. De vader was een vooruitstrevende, althans in zakelijke zin vooruitstrevende man, die moderne administratiesystemen invoerde, die als een van de eerste fantastische catalogie produceerde met moderne kunstwerken op de voorkant. Dat is een genre op zich wat al de moeite waard is om eens apart te behandelen. Maar in ieder geval, het was een vooruitstrevend nest. De moeder was de eerste vrouw die er diploma als postbeambte behaalde. Heeft kruisvereniging in Bedemsvaart en omstreken opgericht. En nou ja, allemaal van dat soort dingen. Mensen waren heel actief. Tegelijkertijd waren ze ook een beetje feodaal, want het was een keurige familie. Familie Ruys was, nou ja, geloof ik vanaf de 14e eeuw of zo al bekend. Dus het waren duidelijk patriciërs die ook die status best zelf konden waarderen. En Mien was zich daar zelf ook bewust van. Maar goed, ze begon te werken als tekenares met al die andere familieleden. We zien hier de oude Bonneruis, dat is echt een meneer. Hè? Hij zat ook, er zijn mooie foto's van hem te paard, dat hij over zijn 40 hectare kwekerij rijdt. En het was nog wel allemaal ouderwets. Moeder staat ernaast en dan hebben we de hele ris dochters die allemaal ook allerlei bijzondere vakken gingen doen. De zuster Lotte, die zit, even kijken, midden voor, onder in de onderste rij. Charlotte Ruys was een van de eerste, of misschien wel de eerste medisch specialist die een professoraat kreeg in Amsterdam. Ging hokken met een dramaturg. Eigenlijk was hij nog getrouwd met Charlotte Keuler, maar dat ging niet meer door. Nou, al dat soort dingen om even te schetsen in wat voor milieu dat was. Aan de ene kant feodaal, aan de andere kant heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal in de wereld aan de hand was. Wat er allemaal aan moderne dingen gebeurde in de wereld. Er kwamen veel mensen over de vloer en die logeerden dan ook bij de familie Ruys in dat grote huis in Dedemsvaart, want een fatsoenlijk hotel was er niet. Dus die mensen kwamen daar allemaal, daar praatten ze mee en daar hadden ze interessante contacten mee. De meeste van haar zusters, Mien zit linksonder in het hoekje een beetje mokkend te kijken. Maar goed, ze was ook denk ik 16 daar ongeveer, een beetje een puber. Die vermoeden we nou alweer op de foto. En, maar die is dus net als haar zusters, behalve Charlotte, in dat familiebedrijf werkzaam geweest. Dan kun je je afvragen, hoe kwam zij nou zo in haar vak terecht? Nou ja, aan de ene kant zat de kwekerij
van haar vader kreeg ze de kennis van de plantenkennis natuurlijk met de paplepel ingegeven. Ze zei zelf wel als een beetje apocryfe anekdote van ik kon eerder potentilla zeggen dan papa en mama. Maar dat zijn van die verhalen die ze achteraf verzon om het een beetje interessanter te maken. Want ze werd doodgegooid met vragen om interviews. En op een gegeven moment dat ze, nou ja, doe maar. Maar wel leuk gevonden. In die tijd was tuinarchitectuur nog helemaal geen apart vak. Het was een ja, soort hobby van voor welgestelde heren en een doodenkele dame. Die mannen hadden het 19e eeuw, begin 20e eeuw, vooral over dendrologie, over parken, over bomen en hoogstens heesters. Vaste planten was echt nieuw. Dat was iets van eind 19e eeuw, begin 20e. Werd ook een beetje versterkt door de Eerste Wereldoorlog, omdat op zich planten de export wat minder werd, maar er toch wel wat mee gedaan moest worden. Dus werd er tuinarchitectuur op een hoog plan gebracht om ervoor te zorgen dat die planten gewoon verkocht werden. Tegelijkertijd waren er een aantal mensen die daar verder in gingen. Gertrude Jekyll zien we hier op dit plaatje als wat oudere dame. Beeldend kunstenaar, schilderes, die later samen met architect Edwin Lutyens samen ging werken en zeg maar de grondlegster is van van het moderne vaste plantengebruik in het begin van de vorige eeuw in Engeland. En ver daarbuiten ook beroemd was in heel West-Europa. Ze kwam niet zelf in Deemsvaart, maar vader Ruis kwam daar wel. En Mien is daar zelf ook nog geweest. En Jekyll die zorgde ervoor dat vaste planten een vast onderdeel werden van tuinen van mensen die daar iets bijzonders van wilden maken. Een mooi project was Bois de Moutier in Noord-Frankrijk aan de opale kust, zoals dat zo mooi in het Vlaams heet. Een gebouw van Edwin Lutyens, heel bijzonder, met een prachtige tuin in een aanleg die keurig is gerestaureerd en er nog steeds fantastisch uitziet. Met wat we nu een beetje traditioneel vinden, veel rozen en inderdaad van die perkjes met buxushaagjes eromheen. Maar wel heel mooi met crazy paving van die hardstenen tegels. En een ligging die fantastisch is. Aan de andere kant van het huis kijk je zo 1,5 kilometer naar beneden over het gras. En dan in de verte zie je nog net de zee tussen de bomen. Dus die zegt super. Als je daar ooit komt in de buurt, zeker heen gaan. Daarnaast en verder veranderde het gebruik van vaste planten de hele tijd. Het was niet zo dat een soort gestolde vorm was die als een soort van dit is het en hier gaan we het verder allemaal mee doen. Er waren mensen bezig, en dan vooral ook in Duitsland, die het veel belangrijker vonden om tuinen een rol te geven, ook in het maatschappelijk gebeuren. En daar ging dus inderdaad heel wat andere dingen. In Nederland was dat ook wel een beetje zo. Alleen daar hadden de oude tuinarchitecten zoals Leonard Springer, die hadden de boot een beetje gemist. Want die waren nog steeds met de landschapstijl bezig. Grote parken, mooie lange dreven en grote bossages. Maar die tuinen bij die moderne villa's, die werden allemaal veel kleiner. Dus daar moest je heel andere dingen mee. En dat had hij echt niet zo goed begrepen. Het resultaat was dat moderne architecten, zoals de Basel en later Berlage en Dudok, het maar zelf gingen doen. Want ze snapten heel goed dat die parken van Springer, dat niet meer werkte. En we hadden dan een notabene neef van Springer, Steeg, die had het wel begrepen en die ging dus met moderne architecten samen kijken van wat kun je met de moderne architectuur in combinatie
met moderne, kleinere villatuinen. Nou, even een paar voorbeelden van wat daarbij kwam kijken. Vaste planten werden dus actueel. Kwekers als Bonnerhuis, minder vader, maar ook zijn collega en vriend Karl Förster in Berlijn, of eigenlijk in Bornim bij Potsdam, die gingen dat sortiment van die vaste planten enorm uitbreiden. En ze waren gespecialiseerd in onder andere, nou, dit is een campanula van een klokjesbloem van Moerheim. Dit is een phlox ook van, ik denk dat die van Karl Förster was. En het grappige is dat die kwekers, die mannen, die waren zo goed dat deze planten nog steeds bestaan. Kijk in een catalogus van 100 jaar geleden van een willekeurige kweker en dan is dat allemaal weg. Is gewoon niet meer aanwezig, gewoon omdat ze slecht zijn geworden of überhaupt al slecht waren. Terug naar Mien. Dit is een pasfoto, dames en heren. Leuk, hè? Dan groei je mooi zo met je Forma Natura schoenen en een reformjurkje onder de gouden regen op een leuk stoeltje. En dit, daar zit vaak nog een stempeltje op. Daarmee mocht ze naar het buitenland reizen. Dat deed ze ook eind jaren 20. Ze ging op bezoek bij Gertrude Jekyll. Ze ging stage lopen bij een Engelse collega van haar vader, want die was in zijn leertijd ook heel West-Europa door geweest om het vak te leren. Dat was toen heel normaal. En ze ging naar, dat was het belangrijkste eigenlijk, in eind jaren 20 ging ze naar een nieuwe opleiding in Berlijn, in Dahlem. En daar kwam ze gistverwanten tegen. Dat waren mensen uit de arbeidsgemeenschap van Karl Förster. Dat waren Herman Matern en Hertha Hammerbacher. Matern was architect en tuin- en landschapsarchitect. Die combinatie was ook daar dus aanwezig. En dat waren mensen die moderne dingen wilden doen. Dat waren ook mensen die politiek bezig waren met de functie van tuinarchitectuur. En dat gebeurde in Duitsland wel meer, want je had bijvoorbeeld Lebrecht Miege, ook zo'n bekende naam. Dat was echt een forse, op het anarchistische af. Die werkte overigens in Worpswede, het dorp waar Paula Moderzoon ook werkte, waar Rielke ook kind aan huis was. En die gingen dus verder nadenken over de functie van de tuin, de sociale rol van de tuin. Nou, dat is iets wat was iets wat Mien heel interessant vond. Ik noemde Paula Moderzoon al even. Dit is een beroemdste, in de tijd beruchtste zelfportret, want dat een vrouw zichzelf naakt schilderde, dat was echt in het Duitsland van die tijd. Je hebt over het begin van de, dit was 1906. Dat kon echt absoluut niet. Ze werd ook helemaal afgebrand. Maar goed, ze waren in Worpswede. Dat was een kunstenaarsgemeenschap en die dopte hun eigen boontjes wel. Ze heeft een interessante autobiografie geschreven en daar was Mien heel erg van onder de indruk. Want daar zag ze eigenlijk voor het eerst een voorbeeld van een vrouw die haar eigen weg volgde, die zich van de goede gemeente nauwelijks iets aantrok en die dus zelf haar vak en daarmee haar leven vorm gaf. Heel bijzonder, hele bijzondere vrouw. Die autobiografie is ook heel bijzonder. Heel interessant materiaal over Mien Ruijs wordt gevormd door haar dagboeken. Ze is vanaf haar 19e, ongeveer op de tijd dat ze begon te werken in het bedrijf, is ze ook dagboeken gaan schrijven. Daardoor leerde ze goed formuleren, maar het was ook een uitlaatklep om, nou ja, haar onvrede over wat er wel en niet kon in die tijd allemaal, om dat te uiten. Ze schrijft bijvoorbeeld op een gegeven moment van waarom zijn
waarom is de ene man en de ander maar vrouw? En dan zei ze daarna, ik moet maar borders gaan fokken met het gevoel dat het niet gaat. En ze vond dat ze nog te weinig ervaring en kennis van het vak had en beweerde dat op een gegeven moment, dat een vrouw geen scheppingsvermogen heeft, waardoor iets kan ontstaan dat naar het onvergankelijke streeft. Dat is leven. Een vrouw kan dat niet, schreef zij in haar eigen dagboek. Maar 2 weken later kraste ze dat door en zei ze, maar dat is niet waar, want ze was toch tot andere overtuigingen gekomen. Maar het verschil in mogelijkheden van mannen en vrouwen, daar was ze toch wel heel erg mee bezig. Er kwam een keer iemand op bezoek die over spannende avonturen in Indië en Amerika vertelde. En ze was helemaal boos, verontwaardigd daarna. Ze zei, ik voelde een grote woede dat ik geen man ben, want je kunt dromen en hopen en als vrouw er niets van volvoeren. Als ik een man was, dan zat ik niet hier, maar dan was ik waarschijnlijk op zee gegaan. Nu ik eenmaal een vrouw ben, is mijn werk het beste en ben ik er tevreden mee. Maar ik heb altijd gewenst een man te zijn. Bovendien voel ik dat ik geen meisje ben waar jongens van houden. Maar misschien bestaan er uitzonderingen. Mien was geen heel aantrekkelijke vrouw om te zien. Ze zag daarnet het familieportret ook. Ook de zusters waren dat niet. Het waren allemaal meisjes die ook... geen enkel van de 5 is er ooit getrouwd, behalve Charlotte later, op veel latere leeftijd. En Mien zelf op 46-jarige leeftijd pas. De rest niet. Hebben allemaal zelfstandig werk gehad, maar mannen, dat werd het niet. Mien was zelf zelfstandig ook in haar privéleven. Ging in haar eentje of met een vriendin met de rukzak, zoals dat toen nog heette, op pad. Grote wandelingen langs het strand, over de Veluwe. En op die manier kon ze er ontspanning vinden. Oh, dat gaat de verkeerde kant. Zo, die moest ik hebben. Ze kwam wel mannen tegen die ze interessant vond. Reinhard Heinemann, een schilder uit Hamburg, die natuurlijk getrouwd bleek te zijn. En dat gebeurde later ook nog wel. Maar er waren dus een aantal liefdes in haar leven die niet zo goed gingen. En uiteindelijk, pas na de oorlog, kwam ze Mousseau tegen, waar ze mee getrouwd is en waar ze uiterst gelukkig mee was. Ze scheelde 14 jaar in leeftijd, misschien hielp dat ook wel, geen idee. En inmiddels was ze naar Amsterdam verhuisd. De eerder genoemde zuster Lotte, die was bevriend met haar, nou, was een studievriendin van Anne-Marie Tellegen, de grote feministe van voor de oorlog. Was hoogleraar, zat in alle kunstenaarskringen, ook via haar man, die dramaturg Guus de Vrenne. Dus ze kende via haar zus het hele... alle mensen in Amsterdam die een beetje interessant waren. En later ook nog in de kunstenaarskolonie Bergen. En op die manier, nou, kwam ze wel aan de trekken, zou je kunnen zeggen. Goed, ze ging dus eerst, was tekenaar in het bedrijf. Later ging ze zelf ontwerpen. Moest dan ook wel wat dingen, behalve planten, dat hoefde niet, kennen ze al. Maar ze moesten wel wat technische dingen leren. Dat deed ze gedeeltelijk in Engeland, maar gedeeltelijk in Duitsland. En uiteindelijk is de invloed van die moderne Duitsers is groter dan die van de Engelsen. Er wordt heel vaak gedacht dat moderne tuinarchitectuur in Nederland door Engeland is sterk is beïnvloed. Maar het komt uit Duitsland. Het is echt helemaal de Duitse school die daar de grootste invloed heeft gehad. Want in Nederlandse vakgenoten, daar schrijft ze wel eens over een ontmoeting. Daar waren Hugo Poortman, Leonard Springer, Roeters van Lennep, Tine Kool. Dat was een, hoe zeg je dat nou aardig? Tine Kool was een bijzondere vrouw, schrijfster en nogal etherisch bezig en maakte ook wel tuinen, maar heel weinig.
En er waren ook nog enige meisjes, zo noemt ze dat zelf dan. En ze zegt dat het woord kunst er te veel gebruikt werd. Daar hield ze niet zo van. Maar goed, hier waren we gebleven. Dit is de zuster Charlotte. Karl Förster in Duitsland, waar ze later nog steeds contact mee had. Hertha Hammerbacher, ook een moderne tuinarchitecte. En Herman Matern, die ja, de opleider van een hele misschien wel twee generaties moderne architecten in Duitsland aan de Universiteit van Berlijn. Mien kwam ook in Berlijn helemaal aan de trekken. Ze leerde daar. Ze ging naar het Romanisches Café. Daar kwam echt iedereen die een beetje wat voorstelde in cultureel Berlijn in de jaren 20, begin 30, die kwam daar. Schilders, muzici, filmers, noem maar op. Kwamen er allemaal. Ze leerde ook de Dreigroschenoper van Weill en Brecht kennen. En dan schrijft ze daarna, als ze daar geweest is, ik geloof dat ik socialist ben geworden. Zo sterke invloed had dat op haar. En dat bleef dus later ook doorwerken in de manier waarop ze tegen de vak aankeek. Ze was geïnteresseerd in het werk van, zei het al eerder, van Leberecht Migge. Die had nogal stevige pamfletten, tot boekjes geschreven over waar het volgens hem heen moest. Over het belang van gemeenschappelijke tuinen. En daar heeft Migge er een aantal van ontworpen in samenwerking met Ernst May in Frankfurt, tweede helft van de jaren 20. En daar is dit er een van, de Zickzackhausen, oftewel de zigzagwijk, met gemeenschappelijke tuinen. En hij zei van, op die manier moet je mensen tuinen geven, ook in sociale woningbouw. Dat heette toen nog niet zo, maar. En op die manier moeten tuinen een functie hebben in het sociale leven. Dat heeft Mien heel goed in haar oren geknoopt, want daar is ze eigenlijk door haar hele verdere carrière telkens weer op teruggekomen. Heeft ze ook mooie dingen van gemaakt. Eerste gemeenschappelijke tuin die ze zelf heeft gemaakt is in de jaren, denk ik, 35 ongeveer, weten we niet precies. Nog vrij, als je kijkt naar dat ontwerp, vrij traditioneel. Met een symmetrieas, of eigenlijk twee in het midden en klassieke vormen. Maar wel met het idee van, daar moet van alles kunnen gebeuren waar de bewoners iets aan hebben. En zo zag dat er ongeveer uit. Dit is uit de catalogus van 1936. Je ziet vrij traditionele vaste plantenborders, maar wel in een setting die wel heel bijzonder was. Later, en dan slaan we toch wel even 15 jaar over, ging ze werken aan de gemeenschappelijke tuinen in de plannen van de mensen van het SIAM, de werkgroep Nagelen van de Acht en Opbouw. Dat waren de moderne stedenbouwers en de moderne tuinarchitecten. Daar waren er ongeveer drie van, namelijk Jan Bijhouwer, Mien Ruijs en Lotte Stambezen. En die werkten aan dat geweldige project Nagelen, het enige totaalproject van moderne architecten en tuinarchitecten van direct na de oorlog. Heel bijzonder. En dat is het nog steeds. Het leuke is, als je dat nu bekijkt, ik herken dit. Ik ben opgegroeid in zo'n moderne wijk in Arnhem. Vreselijke bouw, maar wel die aanleg van grote waterpartijen, grote grasvlakten en die bomen op zo'n losse manier daardoorheen neergezet. Dat beeld herken ik ogenblikkelijk. Dat is mijn jeugd. Dus toen ik daar voor het eerst kwam, dat was ook heel, heel fascinerend om dat zo te zien. Ik zei al, na de oorlog moest er flink gewerkt worden. Die gemeenschappelijke tuinen die bleven daar in een rol spelen. En dit is
ook een van de beroemde voorbeelden van na de oorlog van Frankendaal, waar ook weer allerlei moderne architecten, stedenbouwers en hun werk deden. Huizen met platte daken, dus dat was sowieso wel natuurlijk modern. Dat, mensen noemden dat ook Jeruzalem, daarop, vanwege het uiterlijk van die huizen. Merkwaardige grapjes zijn dat. En we hebben hier een beroemde speelplaats van Aldo van Eyck, daar in dat hoekje met die schuine lijnen. Die begon toen zijn carrière bij de gemeente Amsterdam. Huizen zijn van Stam, van Elling, Merkelbach zat er ook. En nou, dat was een beetje de crème de la crème van de Nederlandse stedenbouw. Wat Mienaar deed is heel grappig. Cornelis van Eesteren was de baas van wat daar gebeurde. Nieuwbouw in al die nieuwe wijken. En die had natuurlijk dat moderne idee van, je kunt huizenblokken kun je stempelen. Hè? Bum, 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 bum. Lotte Stam Bezen, die kon dat ook heel goed in Ommoord, bijvoorbeeld in Rotterdam. En zei van Eesteren, nou, dat kun je dan met die tuin ook wel doen. Daar kwam Mieruis aan. Die zei van, nee, dat kan niet. Verstaat u het niet? Oké, dan ga ik iets dichter bij de microfoon. Mieruis die zei, je moet juist die tuinen, dat zijn een soort binnenhoven, die rechthoek daar tussen die huizenblokken, die moet je allemaal verschillend maken, want daar maak je de verschillende delen herkenbaar mee. Die huizen die zijn al eenvormig genoeg. Je moet mensen niet in de war brengen door dat dan ook geen eigen identiteit te geven. Dus ze gaf die verschillende binnentuinen, verschillende kleurenpaletten, ook verschillende vormen voor zover dat kon. En dan in combinatie met die speeltuinen van Aldo van Eyck en met de beroemde diagonalen waardoor, en dat is natuurlijk een truc die kennen we allemaal tegenwoordig, waardoor je lange zichtlijnen maakt en de ruimte veel, veel groter maakt. Daar heeft ze ook vrij veel eer mee ingelegd. Niet iedereen was het er mee eens, maar dat kwam toch wel over. In 1950 trouwde ze met Theo Mousseau. Theo was zakenman, fotojournalist, een van de eerste in Nederland. Die zorgde ervoor dat Mien allerlei dingen ging doen die ze zelf verder niet zo had bedacht. Hij zorgde ervoor dat ze het vaste plantenboek maakte, 1950, zeg maar de tuinbijbel van de generatie van, van mij en van mijn ouders ongeveer. Nog steeds op de plank van een heleboel tuinarchitecten moet ik zeggen in dit geval, waarin ze ook het heeft over de rol van de tuin bij bedrijfspanden, fabriekstuinen, dat soort dingen, heel interessant. Verder zorgt hij voor het verschijnen van ons onvolprezen blad Onze Eigen Tuin, dat zeg ik omdat ik daar zelf in de redactie zit. Ze begon er eigenlijk mee als een soort reclameblaadje voor haar eigen bedrijf. Theo had gezegd van Mien, je moet wat meer reclame maken voor je werk en voor je bedrijf. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen ging ze met de mensen van het bureau, althans degene daarvan die een beetje konden schrijven, ging ze aan de slag en toen zei ze van, moet ze gezegd hebben, jongens, we gaan het doen en we doen het zolang we het leuk vinden en we zijn nu 67 jaar verder, dus dat gaat nog steeds, dat is heel aardig. Vanuit dat idee van dat je tuinen bereikbaar moet maken van mensen en eigenlijk dat de tuinarchitectuur gedemocratiseerd moet worden, is zij beroemd geworden en heeft ze haar werk gedaan. Nou, nog even een paar. Oh ja, dit was nog een van die tuinen in Frankendaal met die diagonale lijnen. En dan 50 jaar later,
Dat is leuk, want je ziet sommige van die projecten in die, naoorlogse nieuwbouwwijken. Daar zie je dat dat heel goed bedacht is. Want dit, even afgezien van de verarming van plantensoort, vaste plantensortiment. Maar de basis is nog steeds goed. Die ruimtelijke kwaliteit die is er nog steeds. Ook in andere wijken. Daar zijn de flats en de huizen al hopeloos verouderd. Maar het groen is fantastisch. Dus, en dat vind ik altijd het knappe van dit soort werk. Dat mensen zo goed kunnen bedenken hoe het er over 30, 40 jaar uitziet. En daar moet je toch wel wat voor in huis hebben. Nou ja, want natuurlijk de schuine lijn. Ze werd in de tijd door haar collega's, puur uit Kif, wel schuine min genoemd. Heel flauwe grapjes maakten die mensen. Je ziet hier ook nogal flinke hoeveelheid gewassen grindtegels. Materiaal wat ze zelf gingen maken, omdat er weinig anders was. En die schuine lijn, daar ben ik niet helemaal uit waar ze dat van heeft, maar het moet iets met Theo van Doesburg te maken hebben. En Mondriaan, de modernisten uit de jaren 20. Ongetwijfeld, maar hoe die lijn precies loopt, dat is niet te reconstrueren helaas. Ze bedacht ook nog confectieborders. Die kon je kopen bij de V&D. Dan kreeg je een plannetje, zoveel vierkante meter. En dan kreeg je een lijstje van 5, 6, 7 soorten planten in bepaalde hoeveelheden. Arizona van zoveel, onder de streep een paar tientjes. En die kon je dan bestellen en dan kon je het met het plannetje erbij, kon je dat zo als bordertje planten. Zou het tegenwoordig niet zo fijn meer vinden, maar het was toen revolutionair. En bovendien kon je die dingen nog schakelen, dus je kunt er best een grote tuin mee maken. Die dingen die zijn dan nog steeds die voorbeelden in de tuin in Delensvaart. Wel ietsje aangepast, maar het is er nog steeds. Heel grappig om te zien hoe dat werkte. Nou, nog even een paar andere voorbeelden. Biels natuurlijk, Biels en Mien werd ze genoemd. Bij Mien was het trouwens 1 Biel, 2 Biels, niet Bielsen. Materiaal wat ze ontdekt had in een Amerikaans tijdschrift en toen is gaan gebruiken bij toen een bevriende architect problemen had met het duin wat bij hem de achterkamer in dreigde te komen. En dat heeft een grote vlucht genomen. Nou, hier heb je combinatie, dezelfde tuin als op de vorige foto. Een verdiepte tuin, biels, gewassen grindtegels en dan die typische grote voeg daartussen, waardoor het in die ruimte van dat gazon heel, heel aardig werkt. Signatuurplant, de maclaya, oftewel de pluimpapaver. Kom je ergens in een tuin ouder dan 50 jaar een pluimpapaver tegen, dan moet je gaan opletten. Dat betekent dat de gebruikers hem niet hebben uitgeroeid, want die wandelt vreselijk er doorheen. Maar dat ze hem hebben laten staan omdat hij waarschijnlijk van mierhuis is geweest. Want dat is typisch een mierhuisplant. Er zijn er nog wel een paar, maar dit is de meest opvallende. Nog even een paar voorbeelden van andere projecten. Dit is de grote border, en dan wel de allergrootste die ze ooit gemaakt heeft, bij jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe. 160 meter lang. En hij is nu net weer, nou ik geloof de 8e versie is weer opnieuw gemaakt. Ligt er nog steeds, maar natuurlijk wel in een andere vorm. Met andere beplanting. Heel beroemd ook Weverij de Ploeg in Bergijk van Rietveld. Waar ze Rietveld nog heeft gezegd dat hij de fabriek niet andersom moest zetten, maar op deze manier. Dus dat die moest spiegelen, zodat je vanuit de ingang, daar die inkeping, dat je mooi over de as door een holte in het terrein keek naar de ingang. Dat was de rol die Mien daar in die bepaling, in die plaatsbepaling van het gebouw speelde. Hier is het allemaal nog wat ielig. Het ziet er nu ook na al die jaren fantastisch uit, mooie volwassen bomen. Heestergroepen wel wat anders. En zo zijn er wel een paar andere. De tuin bij het huis annex kantoor van Abe Bonnema in Hardige Rijp.
Hele mooie combinatie. Ook nog steeds goed. Een van de weinigen die nog bewaard is gebleven. Want dat is natuurlijk nog maar de vraag hoe je het voor elkaar krijgt. Het huis Teulings van architect Hein Salomonsson. Salomons, sorry, in Amsterdam. Ook nog steeds heel mooi. En nog steeds bewoond door de originele opdrachtgevers uit 1968 volgens mij. Dat gaat niet lang meer duren, ben ik bang. Het stadhuis in Biberach van Onno Greiner, ook heel bijzonder. En het lijkt vreselijk op de Flint in Amersfoort, zelfde idee. Maar dan met een parkje eromheen wat totaal andere vormen heeft. Ronde vormen in plaats van die vierkante modules. Laatste voorbeeld. Nou, dat is wel lekker modern. De Zwolse Algemeen in Nieuwegein, een gebouw van Gersen uit de halfweg de 80er jaren. Met, geloof ik, een van de eerste volledige vliesgevels. En dan zie je dat ze heel goed heeft gekeken wat je daar met vaste planten tegenaan kunt doen. Heel erg mooi. Nou, goed. Laatste. De volgende generaties die hebben daar natuurlijk ook plezier van gehad. Piet Oudolf zegt altijd van, Mien was mijn voorbeeld. Henk Gerritsen van de Priona-tuin in Schuinersloot zegt hetzelfde. En zo is er nog een aantal toonaangevende tuinenmensen die heel goed naar Mien hebben geluisterd. En je ziet er hier met haar Britse evenknie Beth Chatto. En zo is dat gegaan. Ik zei al even dat ze zo beroemd was dat ze te veel interviews moest geven. En er is er ooit ook wel eens gevraagd van, mevrouw Ruijs, heeft u nou geen last gehad van al die mannen die maar tegen u moest opboksen? Nee hoor, helemaal niet. Echt absoluut niet. Terwijl ze in de dagboeken zegt van, die vervelende broers van mij, die willen me altijd maar aan de kant duwen. Zelfs toen ze in 42 mededirecteur was geweest. Dus zeg maar, het verhaal is in de loop van de tijd wel een beetje gekleurd. Maar je kunt wel zeggen dat ze de zelfstandige positie heel goed heeft weten vast te houden. En dat ze zich ook heel weinig heeft aangetrokken van de kinderzinnen die er onder haar collega's leefden. Dat was het. Graag gedaan. Socialist. Socialist. Zelfs. Zijn ze ook feminist? Nou, niet echt. Nee, want ze was in dat opzicht niet zo actief. De zus wel, ja. Lotte. En ze volgde Lotte wel heel vaak. Dus eigenlijk was ze, als je op de keper beschouwd, was Mien Ruijs nogal monomaan in haar werk. De werk, dat was dat. En alle andere dingen, daar waren andere mensen voor. Die waren goed. Als ze naar de V&D ging om kousen te kopen, dan was ze er heilig van overtuigd dat de juffrouw van de kousenafdeling haar heel goed kon vertellen wat zij moest hebben. Want die had daarvoor geleerd. Zo was dat. Oké. Okay. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik denk dat het zo gaat, hè? Sorry. Lotte de Moor komt spreken. Zij is eigenaar, architect van eigenaar en dan architect. Oh ja, van Vulling de Moor, kwartiermaker erfgoed Lab Limburg en studeerde af archeologie aan de Universiteit in Leiden. Interieurontwerp en dan gaan we naar Den Haag. Dan architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht. En dan is het rondje Maastricht dus gemaakt. Haar interieurarchitectuur loopt bijna in 2008. Start ze met Errol. En dan zet ze haar eigen bureau Moord Design op in 2008. Klopt dat dan tot nu toe? Goed. In 2009 ging Moord Design samen met Meijer Architect. Meijer en Moor, architecture en design, werkte vanuit Maastricht en ontwierp architectonische omgevingen. In 2013 ging
Vullings in de Moor op in Kadier en Keer en dat zich met en richt zich nu op interieurontwerp en architectuur met inzet en herverdeling van ruimte en gebruik. En sinds 2019 ben je kwartiermaker Erfgoedlab Limburg in opdracht van de provincie. Ja, dat wordt een hele mooie serie projecten volgens mij die je gaat vertellen. Toch? Nou, bedankt voor mijn cv, want dat heb je heel grondig weten op te duikelen. Maar ik ga me inderdaad voornamelijk bezig, of vandaag jullie vertellen over mijn werk binnen Vullings de Moor, architecten. En ik heb heel bewust gekozen voor deze foto waar ik samen het kantoor mee heb, tevens ook mijn levenspartner Dennis Vullings, opsta. Terwijl we natuurlijk vandaag eigenlijk in de lezingenreeks mevrouw de architect hebben, is dat wel een bewuste keuze. Omdat ik ervaar in mijn werk dat het architectenvak heel erg veelzijdig is geworden. En dat ik persoonlijk ervaar dat al die facetten die daar tegenwoordig bij komen kijken, bijna nooit in één persoon gevangen worden. En dat ik daarom eigenlijk meer geloof in teams, of in mijn geval dus duo's. Het is dus zelfs zo, toen ik deze lezingreeks ging voorbereiden, dat ik nog eens een keertje nadrukkelijk naar ons beeldmerk heb gekeken van het kantoor. En toentertijd, toen we dat lieten ontwerpen door een grafisch vormgever, hij er ook bewust voor heeft gekozen om de M en de V, die ook voor man en vrouw staan, samen in te vullen. Dat geeft wat aan over ons werk. Onze complementaire eigenschappen geven namelijk samen vorm aan het proces wat wij architectuur noemen. En in ons geval is dat proces de ontwikkeling van erfgoed in het buitengebied. En ik wil jullie heel kort gewoon eventjes een beetje indicatie geven wat we dan doen, zodat jullie daar een beeld bij hebben. We werken aan kleinschalige paviljoens voor vaak een sociaal-maatschappelijke functie, zoals in dit geval een gemeenschappelijke groentetuin in Bergen te Blijt. Privéwoningen. Waar interieur en architectuur in zijn mooiste vorm eigenlijk samenkomt. En vaak zijn dat monumenten. Maar ook particuliere ontwikkelingen binnen erfgoed. En dit is een hoeve in Maastricht waarin we 6 woningen en 2 ateliers realiseren. Maar ook nog een grotere schaal. We begeleiden ook eigenaren die een wat complexere opgave hebben. En dan hebben we het vaak over de landgoederen of ensembles in Zuid-Limburg. We begeleiden ze dan, dus het gaat dan niet heel erg puur over architectuur, maar we begeleiden ze in dit hele brede spectrum wat wij architectuur noemen, om ervoor te zorgen dat het behouden blijft voor de toekomst. En onze vormentaal in de architectuur daarbij heeft dan ook een grote link met de historie van de context waarin we werken. Bestaand is een uitgangspunt. Maar ook ambacht en ecologie. En zoals jullie misschien opvallen, heb ik ook heel bewust gekozen om de foto's die ik nu laat zien van ons werk te kiezen voor foto's die in verschillende fases van het proces plaatsvinden en niet het eindbeeld. Daar wil ik namelijk eigenlijk een beetje mee reageren op de eerste lezing die we hebben gezien in deze reeks. Ik sta een klein stukje over. Waarom doe ik dat? Is omdat ik, wat ik eerder al zei, ik zie dat die facetten van dat architectuurvak ontzettend breed aan het worden zijn. En zeker aangezien er op het moment, ik ervaar dat zo, een maatschappelijke verandering plaatsvindt waarin we vinden dat het anders moet. We hebben het over klimaatadaptatie, we hebben het over een kleinere voetafdruk. Maar we hebben het ook over participatie. En hoe gaan we met al die thema's om? Als je dan een bouwproject benadert, kan je je niet alleen puur bezighouden met het ontwerp. Al die randvoorwaarden, zeg maar, zijn wat mij betreft minstens zo belangrijk als de esthetiek. Als je een nieuw bouwproject start, dan heb je een grote verantwoordelijkheid. En om dan dus de koppeling te maken naar de lezing die we zagen in de eerste reeks en dan specifiek een beeld laat ik hier zien uit de voordracht van Merel Pitt, waarin zij een filmpje laat zien van Nameloc uit de houtgreep, een video essay, waarin eigenlijk wordt
wordt toegelicht. Dat de mannelijke dominantie een belangrijke rol speelt in het klassificeren van wat goede architectuur is. En dan hebben we het over begrippen als rationeel, functioneel en krachtig. Maar als we dat, dan hebben we het naar mijn idee vooral over dat eindbeeld waar we naar kijken. Dat statige gebouw wat het eindresultaat is, waar we allemaal mooie foto's van kunnen maken. Maar wat ik al eerder zei, al die facetten daaromheen, dat zou je misschien de zachte architectuur kunnen noemen. En daar, voor mij, wat mij betreft, ontdek ik het vrouwelijke in. En zo kom ik dus ook weer bij het begin, waarin ik aangeef dat ik persoonlijk als architect eigenlijk alleen maar goed kan functioneren als een duo waarin beide facetten goed naar voren komen. Want ja, dat vrouwelijke en dat mannelijke hoeft wat mij betreft niet gevangen te zijn in daadwerkelijk een vrouw of een man. Hè? Laten we dat in het midden houden. Het gaat om de vaardigheden. Ik persoonlijk vertegenwoordig wel heel erg die zachte architectuur. En ik wil jullie eigenlijk graag meenemen in wat die... Dit is trouwens ons team. Misschien wel leuk om nog eventjes te laten zien. Er wisselt wel wat in ons team, maar wij merken dat het vrouwelijke behoorlijk goed vertegenwoordigd is. En dan wil ik eigenlijk even die terugkoppeling weer maken naar het thema van vandaag. Hè? De vrouwelijke blik op het land. En hoe dat dan in mijn werk naar voren komt. Wat ik al aangaf is dat wij dus van die hele kleine schaal in het erfgoed tot op die grotere schaal opereren. En vooral als we met die grotere schaal, met het landschap bezig zijn, benaderen we dat heel erg vanuit het historische perspectief. Het landschap geeft het bebouwde erfgoed bestaansrecht, naar mijn ideeën. We zien hier kasteel Nooiboer in Gulpen. Zo'n grootschalige architectuur kan eigenlijk alleen maar bestaan bij het grootschalige landgoed wat daar oorspronkelijk aan toebehoorde. Dat cultuurlandschap, ons cultuurlandschap, verklaart eigenlijk vervolgens ook de vormen die we terugzien. Hè, de gesloten hoeven bijvoorbeeld. Dat land dat voorzag namelijk in het levensonderhoud en bepaalde de locatie en de vorm van de bebouwing die we hedendaags als erfgoed aanschouwen. Maar in onze huidige inrichting van de maatschappij is eigenlijk de samenhang die we oorspronkelijk hadden met het gebouw, de woonplaats waar we woonden en het land eigenlijk verloren gegaan. Hè? We zijn constant aan het, aan het heen en weer reizen van de een naar de andere plek. En het land waar we op dat moment zijn is voor ons eigenlijk geen noodzaak om te voorzien in ons onderhoud. En dan krijg je dus bijvoorbeeld dit. Dat die oorspronkelijke bebouwing zijn oorspronkelijke functie verliest. En dat zijn eigenlijk de opgaven die wij in onze praktijk ontzettend veel tegenkomen. Ons is dan de vraag om bijvoorbeeld een bakhuis als deze her te bestemmen. Dat doen we heel erg graag. Proberen we ook met veel respect te doen voor het bestaande. Om dan de koppeling te maken met hoe gaan we dan om met het landschap. Nou, eigenlijk om heel eerlijk te zijn, houdt die verbinding vaak wel een beetje op in die kleinschalige opgaves bij het toekennen van bijvoorbeeld streekeigen beplanting. We hebben het over leibomen, hagen. Kan zo even goed, maar dat is waar we merken dat het, en we zoeken ook vaak wel de samenwerking op met landschapsarchitecten of tuinarchitecten om daar dan vorm aan te geven. Maar het geeft eigenlijk geen antwoord op die vraag waarin we zeggen van die verbinding zijn we kwijtgeraakt. Dus wij merken als kantoor dat naast deze opgaves het belangrijk is om ook met dat grotere vraagstuk in het landschap aan de slag te gaan. En daar wil ik twee recente projecten waarin dat tot uiting komt verder toelichten. En het eerste is, Floor had het al mooi geïntroduceerd, Erfgoedlab Limburg. In 2019 werden wij gevraagd om een pilotjaar op te richten dat Erfgoedlab Limburg heet. Het is eigenlijk voortgekomen uit een onderzoek wat het Gelders Genootschap heeft gedaan naar erfgoedensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. En dan vooral van hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze zo herbestemd worden dat ze behouden worden voor de toekomst. Een van de adviezen uit dit onderzoek was, richt een lab op waar kennis gedeeld kan worden, maar waar ook expertise terug kan vloeien naar de specifieke locaties. Aan mij de mooie taak om daar inderdaad mee te mogen starten.
om het lab in te richten. Hoe gaan we dat aanpakken? Om ervoor te zorgen dat die kennis gedeeld wordt. Maar ook het begeleiden van een aantal casussen, 3 casussen in, om precies te zijn, waar een problematiek speelde op dit gebied. Hier een mooi overzicht van uit het rapport van het Gelders Genootschap, van dat voorgaande onderzoek. Waarin ze eigenlijk laten zien wat de vier niveaus zijn waarop je eigenlijk zo'n erfgoedensemble kan benaderen. Want we hebben het dan natuurlijk niet alleen maar over de gebouwen, we hebben het ook over de samenhang van de verschillende gebouwen. En de samenhang van die verschillende ensembles in een zone met elkaar. Hè. Denk aan een landgoederenzone waar verschillende buitenplaatsen met elkaar een verbinding aangaan. En je zou dat zelfs nog een stap verder kunnen nemen van hoe hebben die verschillende zones dan weer een verhouding tot elkaar binnen de EU-regio. We noemen dat eigenlijk de ensemblegedachte. Wat ik niet vaak genoeg kan benadrukken is dat het dus niet om de ensemble van gebouwen gaat, maar om de samenhang van het landschap waar die gebouwen hun haalbaarheid oorspronkelijk vandaan hebben gekregen. Samen met een groep multidisciplinaire expertise, dus dat zijn landschapsarchitecten, maar ook fiscalisten, renovatiearchitecten. De meneer op deze foto is gespecialiseerd in water. Dus we hebben een heleboel verschillende disciplines. Kijken we dan vervolgens integraal naar zo'n ensemble om te kijken wat zijn nou de kansen, wat zijn de blokkades eigenlijk om ervoor te zorgen dat dit ensemble weer voort kan blijven bestaan. Dus ik noemde het net al, thema's waar we dan aan werken is klimaatadaptatie, participatieprojecten opzetten om de verbindingen met de omgeving te versterken. Maar heel belangrijk ook relatiebeheer, noem ik het maar even. We zien vaak dat het vastlopen van het herbestemmen van grotere complexe opgaven vastloopt op de connectie die de eigenaar met gemeente heeft, of met omgeving, vice versa, of zelfs misschien erfgenamen die samen er niet uitkomen. Dus een belangrijke taak in dit proces tot herbestemming is eigenlijk communicatie. Nou, zoals jullie al horen, als ik die 3 thema's noem, hebben we het naar mijn idee dan vooral over die zachte architectuur, die vrouwelijke component. En hiermee bewijzen we eigenlijk ook dat we vorm kunnen geven aan een landschap zonder dat we daadwerkelijk ontwerpen. Dat is iets wat ik echt in het afgelopen 1,5 jaar van het Erfgoedlab heb ervaren. Overigens is het Erfgoedlab, het pilotjaar is afgerond. Maar gezien de politieke situatie bij de provincie is helaas de voortgang van het project op het moment even on hold. Dus wij zijn in afwachting daarvan om hopelijk de komende 3 jaar een heleboel casussen op deze manier weer te kunnen versterken. Even kijken. Dit is trouwens nog een foto van een van de casussen waar we aan gewerkt hebben. Dit is Kasteel Amsterdam. En dan de laatste project waar we op het moment aan werken, waar ik graag jullie even kort in mee wil nemen wat landschap dan voor ons betekent, is Campus Heerdenberg. Eigenlijk sinds 2013 geven wij al mede vorm met mijn familie, dat klinkt misschien een beetje raar, maar met mijn ouders, broer en zus, aan een nieuw landgoed vlakbij Maastricht, aan de rand van Maastricht, in Kadier en Keer. Landgoed Heerdenberg. Een nieuw landgoed omdat het een landgoedstatus heeft gekregen vrij recent. En waar wij samen als familie eigenlijk werken aan verschillende waarden die je zou toe kunnen kennen aan de permacultuur om op een andere manier om te gaan met het land. Dit is een foto van het restaurant op het landgoed, waar mijn broertje kookt, samen met zijn team natuurlijk, met voornamelijk producten van eigen bodem. We hebben moestuinen, boomgaard, maar ook vee. Het landgoed is op het moment 16 hectare, denk ik, ongeveer. Want er is altijd een stukje nieuwe aanwas. En de laatste recente ontwikkeling daarin is het gebouw wat jullie hier rechts op de achtergrond zien. Dat is de voormalige technische school van het gestichthuizen Sint-Jozef. En wij hebben dan nu weer de mooie taak om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van dit landgoed. We mogen samen met Herman Verkerk,
eigenaar van eventarchitectuur, mogen we vormgeven aan een campus. En waarin we eigenlijk binnen die campus willen zoeken naar hoe je... Het is allemaal nog heel vers, dus ik vind het nog lastig om het heel duidelijk uit te drukken. Maar we eigenlijk vormgeven aan hoe je maatschappelijke vragen kan stellen tussen, over die relatie tussen de consument en het landschap. Hè, waar ik eerder al aangaf van ik vind het belangrijk dat we die bredere vraag gaan stellen van hoe kunnen we weer die verbinding leggen met de plek waar we eigenlijk vandaan komen, waar we leven, wonen en ook ons voedsel vandaan halen. We willen samen gaan zoeken naar of dit gebouw een gebouw is in een landschap of dat het gaat om een landschap in het gebouw. En hoe we coöperatief met andere partijen samen een onderneming kunnen oprichten in dit gebouw die niet per se de mens centraal stelt. Allemaal nog heel spannend hoe we dat natuurlijk gaan doen. Maar ik hoop dat ik daar jullie de komende jaren in mee mag nemen. En wat vervolgens wel belangrijk is, is dus ook het verhaal van het landschap. Want dit gebouw ligt aan de rand van het middenterras van gemeente IJsselmargraten. Een heel interessant gebied waar ik al geruime tijd mee bezig ben, omdat wij ons bezighouden met landgoed Heerdenberg. Bijzonder omdat het vanaf de bandkeramiek mensen aantrekt die zich hier op deze plek vestigen. En zo een hele rijke historie kent van mensen die constant de voordelen zien van het gebied tussen dus het Maasdal en het plateau in je rug. Omdat hier grondstoffen te vinden zijn, maar ook omdat je er bijvoorbeeld een heel mooi panorama hebt. Als je bijvoorbeeld denkt aan de Romeinen die vanuit hier goed hun, hun seinen van elkaar konden zien, hè, om de zoveel kilometer. En ideaal voor ons om in dit om het gebouw en de doelstellingen die we hebben, om de verbinding te leggen, meer te leggen tussen consument en landschap, te koppelen aan het achterliggende gebied waar we hier gebruik van kunnen maken. Dus we willen niet alleen maar ontwerpen aan het gebouw, maar we willen ontwerpen aan de wandelpaden, ontwerpen aan de partners die in dit gebied voedsel verbouwen, daar onderzoek naar doen hoe we dat samen kunnen oppakken en hoe we mensen ook die informatie kunnen overdragen. Om hopelijk zo de identiteit die ze met hun eigen plek hebben te versterken. En dan om af te sluiten, de titel van deze lezingenreeks, Mevrouw de Architect. Om daar dus toch nog even kort op terug te komen, wat dat dan voor mij betekent. Hier zie je mij uitkijken over Maastricht, vanuit het middenterras. Dus hier zie je ook die mooie panorama. Ten allereerste denk ik dus belangrijk om te erkennen dat de zachte kant van architectuur minstens zo belangrijk is. Dat je daarmee kan vormgeven aan een landschap zonder dat je ontwerpt. Maar heel belangrijk voor mij denk ik ook is dat die vrouwelijke aspecten niet per se in een vrouw gevangen zijn. En dat we moeten erkennen dat de complementaire eigenschappen samen ervoor zorgen dat we mooie projecten kunnen maken die hopelijk antwoord geven op een heleboel vragen die we hebben voor de toekomst. Graag gedaan. Ja, ik herken een beetje je woorden als Nicole Mauber, die dat ook toch aangaf van ik ben niet los te vangen, ja. Maar ook wel, toch wel, ook wel haar rol daarin toch benoemde. Dus ik ja, nou, het is misschien niet. Nicole is mijn mentor geweest tijdens mijn opleiding, onder andere. Dus dat is dus niet. Maar ik denk ook dat het persoonlijk, hè, het mooiste wat je kan overkomen in je vak is als je een gelijkgestemde vindt. Die dan, en dat heeft Nicole natuurlijk ook getroffen, die dan zowel in leven als in vak elkaar kan versterken. Want ja, ons vak houdt nooit op. Hè. Wij zijn daar altijd met z'n tweeën mee bezig. En daardoor kan het ook zo groeien. Ja. Dan als je thuis komt en je hebt een heel ander gesprek. Ja. Dus. Gaby van Hommerich, je komt zo naar voren. Je bent architect Mendum, staat het dan. Opgegroeid tussen de heuvels en het groen in het gehuchtje Stokkum bij Weijeren. Tijdens middelbare schooltijd in Gulpen kwam je in aanraking al met de bouw. Op vrije dagen vergezelde je je vader Mathieu om een handje te helpen bij het tegel zetten. In 1999 ben je afgestudeerd aan de HTS Heerlen in architectuur en bouwkunde. In 2004 studeerde je af architectuur TU Eindhoven met het afstudeerproject Verbindingen in de EU-regio.
Ja, die kijkt nog een beetje. Met het metronetwerk, wat ik een hele mooie project vind eigenlijk. Het metronetwerk als metafoor, mindscape, voor de verbindingen tussen Maastricht, Aken en Luik. Dat heeft mij enorm geholpen eigenlijk toen ik hier kwam. Om het oriëntatie en het realiseren. Ik vond het ontzettend mooi gevat. Tijdens studies bij en werkzaam was je werkzaam voor bureau 5, bureau Boosten, Rats en Ritsen. En in 2011 richtte je je eigen bureau op, Mendum Architectuur, op in Randstaal. Hartelijk welkom, ik geef jou het woord. Goedemiddag. Het blijft vreemd, we kunnen elkaar geen hand geven. Een hand geven betekent voor mij dat je met elkaar in verbinding komt. Het is een eerste kennismaking. Iedereen geeft op zijn eigen manier een hand, maakt de deur als het ware op een andere manier open. Dat is je identiteit. Als je het beeld van de deur doortrekt, gaat het telkens over eenzelfde functionaliteit. Je opent een deur om van buiten naar binnen te stappen of om van de ene naar de andere ruimte te gaan. Maar zoals jullie zien, geeft ieder er zijn eigen identiteit aan mee. En eenmaal binnen, dan leer je de mensen kennen. Altijd weer de moeite waard, daar doe ik het voor, het gesprek dat dan volgt. Een belangrijk thema in mijn leven en werk is voor mij verbinding. Samen verder komen, samen iets tot stand brengen. Het begon eigenlijk al heel vroeg toen ik als kind met vriendinnen een boomhut bouwde. Zeker bij ons in Stockham. Ik hoefde maar de hoek om en ik kon zo het bos in. Later, toen we met onze dochter en haar vriendjes, dan bouwen we een tent met takken. Dat noem ik samenwerken en dat is gewoon de pure vorm van co-creatie. Of het nu gaat om mijn opdrachtgevers, de mensen waarmee ik samenwerk, of de mensen waarmee ik in mijn woon- en leefomgeving woon. Het gaat mij om het tot stand brengen van verbindingen. Dat is ook het leidend thema in mijn ontwerpen. Co-creatie is voor mij samen met de inwoners de kwast in de hand nemen en zo samen de gemeenschapsaccommodatie bouwen. Overleggen met de kinderen in het dorp, de aannemers, het bouwteam. Het is een proces dat voor mij gewoon erbij hoort. Op het niveau van het gebouw betekent verbinding dat gebruikers zich comfortabel voelen, doordat je inbandig de juiste verbindingen legt, zowel horizontaal als verticaal. Het proces van de gebruikers bepaalt als het ware de inrichting. Verdiep je je onvoldoende in dat proces, dan werkt een gebouw niet optimaal. Een gebouw is in mijn ogen een instrument om mensen samen te brengen en hen te laten doen wat ze willen of moeten doen. Moeten of willen doen. Als architect maak je als het ware een grid in een gebouw, waar langs de verbindingen kunnen verlopen. Dat dwingt enerzijds gedrag af, maar anderzijds bepalen de gebruikers natuurlijk zelf hoe ze de ruimtes en de verbindingen gebruiken. In deze gemeenschapsaccommodatie, het WOUVES, kunnen diverse verenigingen ieder op hun eigen manier functioneren. Het systeem maakt dat mogelijk. Maar elke groep en elk individu beleeft het gebouw gewoon anders. Gebruikers sampelen de verschillende ruimtes bij elkaar. Al naar gelang hun behoeften. Het systeem van het gebouw maakt dat gewoon mogelijk, maar het is niet dwingend. Dat kan ook tot transities en vernieuwingen leiden. Nieuwe samenwerkingsvormen en inspiratie. Het woonhuis of het bedrijfspand of wat voor gebouw ook, of zoals Lotte het net in de lezing noemde, het erfgoed, maakt verbinding. Het staat immers niet op zichzelf. Het is deel van het landschap of de gebouwde omgeving. Het moet passen bij het individu of bij de gemeenschap en hoe de gemeenschap nu of in de toekomst graag wil functioneren. De architect is zo niet langer de creatieve denker, bedenker van een mooi gebouw. De opgave is breder. Alle stukjes van de puzzel zullen in verbinding met elkaar gelegd moeten worden. En dat brengt me bij het concept min en dien durp. Zoals ik net al zei, je gaat verbindingen aan met het grotere geheel, ook op deze schaal. Ook een wijk, dorp of stad biedt functionaliteiten waar ieder op zijn eigen manier eigenlijk invulling aan geeft en gebruik van maakt. En ook daar kun je een grid overheen leggen,
zodat er een structuur zichtbaar wordt. Iedere inwoner, ieder bezoeker sampelt eigenlijk, of iedere bewoner eigenlijk, sampelt zijn eigen dorp op zijn eigen manier bij elkaar. Min en dien dorp. Ik zeg altijd, als ik 's ochtends mijn dochter naar school breng, dan ga ik naar de school. Naderhand doe ik boodschap in de buurtwinkel en dan ga ik naar huis en dan ga ik aan het werk, want ik heb kantoor aan huis. Naderhand haal ik haar weer van school af en 's avonds ga ik een rondje rennen in het Ransdalerveld. Dat zijn de beelden die ik bij elkaar sampel. Zo ziet mijn Ransdaal eruit, mijn dorp. Andere inwoners, die komen op andere plekken. Die gaan naar de gemeenschapsaccommodatie en gaan daar sporten. S'avonds komen de kleinkinderen op bezoek en gaan ze nog naar de schapen schuren en gaan ze schaapjes kijken. Dat zijn weer al hele andere beelden, hele andere belevingen die je hebt. Maar het is hetzelfde dorp. Dus dat is ook de persoonlijke identiteit van de persoon, hoe je je dorp of de omgeving bij elkaar sampelt. Als je het grid duidelijk hebt, kun je dus ook nieuwe functionaliteiten toevoegen. Bijvoorbeeld als de gemeente de riolering gaat vernieuwen. En zo heb ik in Ransdaal de kans aangegrepen om buiten de kaders te kijken en pleintjes toe te voegen. Om de ontmoeting tussen inwoners te versterken. Dan verrijk je eigenlijk het dorp. En als bezoeker wil je helpen om je dorp te verkennen. Kun je het grid zelf zichtbaar maken. Dus dat is wat je net zei, Floor. Van iets zichtbaar maken waardoor je ook die omgeving goed kunt overzien en goed kunt gebruiken. Dat is wat ik daarmee bedoel. Nou, dit concept wil ik heel graag verder doortrekken. Mijn visie heeft niet alleen betrekking op gebouwen en hun directe omgeving. Als Zuid-Limburgse architect richt ik mij op dit mooie gebied waar ik geboren en getogen ben. En waar ik mijn dochter Lize zie opgroeien. Ik bouw ook aan haar toekomst en aan die van haar kinderen. Mijn wens is dat ze gemakkelijk de plekjes in deze regio bij elkaar kan samplen. En dat allemaal via het openbaar vervoer. Zonder de drukte en chaos op de wegen door alle verkeersstromen die er nu in de regio zijn. Tegenwoordig past mijn visie onder begrippen als integraliteit en brede welvaart. En de wens om mee te bouwen aan de levenskwaliteit van iedereen in deze mooie regio. We kennen de regio denk ik bijna allemaal. Een regio met bijna 1 miljoen inwoners. Het gebied dat omsloten wordt door de steden Aken, Luik, Maastricht en Heerlen. Steden omsluiten dan een groen gebied, maar daarin vooral de kleine kernen, de dorpjes. Zuid-Limburg, de Voerstreek en de Herve samen bieden behalve stedelijkheid aan de randen ook een aantrekkelijk landschap. Het is een omgekeerde stad. Een groen gebied met aantrekkelijke dorpen, omsloten door concentraties van functies. Het is een organisch gegroeide omgekeerde stad, zo omschrijf ik het in mijn visie. Het groen ligt binnen de verstedelijkte zones, terwijl het groen normaal buiten de stad ligt. Door zo te kijken naar dit gebied en oog te hebben voor de mensen die hier prettig willen leven, zijn de kansen voor een betere ruimtelijke inrichting letterlijk onbegrensd. Leven in een omgekeerde stad is bijzonder aantrekkelijk. Je woont en werkt in een kleinschalig ingericht gebied, terwijl de stedelijke functies dichtbij zijn. Mensen voelen zich prettig als je de juiste schaalgrootte hanteert. In mijn visie is dat de schaalgrootte van een dorp. Daar zijn de meeste essentiële functies, een school, een winkel, een gemeenschapshuis, geconcentreerd en zo gecombineerd dat de mobiliteit beperkt kan blijven tot te voet of met je fiets. Als je de regio qua oppervlakte zou zien als een stad, heb je een nieuwe vorm van stedelijkheid. Ik weet dan niet of je het stedelijkheid moet noemen, maar het is eigenlijk een groene omgeving waar je je dan in bevindt. De plaats van waaruit je werkt is door de toenemende digitalisering minder belangrijk. Uitwisseling blijft mogelijk. Inspiratie komt binnen via de internetverbinding. En de druk op het wegennet wordt met andere woorden gereduceerd door de menselijke maat te hanteren. Nou, mijn dochter, die is dus geboren in zo'n dorpje met vakwerkhuizen. Ze groeit op en bezoekt diverse plekken in haar leven. Zo slaan haar hersenen beelden op van plekken waar ze geweest is. Ze sampelt als het ware alle plekken bij elkaar en vormt in haar brein een beeld van haar regio of haar stad. En iemand anders, die sampelt weer andere plekken bij elkaar en vormt zo een ander beeld in zijn brein.
Momenteel bouw ik aan een concept dat mensen mogelijk maakt om ook in de regio de structuur aan te bieden, aan te brengen die het tot min en dien gebied maakt. Daarbij gaat het dus om een grid dat het de mensen mogelijk maakt om te kunnen samplen. Die droom die ontstond in mijn studietijd. Toen ik de verbindingen bedacht door spoorlijnen en oude mijnspoorlijnen te combineren. Mensen kunnen als het ware hun leven in deze regio bij elkaar samplen door gebruik te maken van verschillende openbaar vervoermodaliteiten. Laat je vervoeren, noem ik het. Ik ben dan ook hard op zoek naar mensen die gaan meehelpen om zo'n grid te realiseren. Dat past bij de noodzaak om te verduurzamen. En dat tegelijk tegemoet komt aan onze persoonlijke mogelijkheden en behoeftes. Als we dit gebied dan gaan voorbereiden op de toekomst, zal je wegzoeken onderdeel worden van de opgave. Ingrepen moeten passen in het landschap en bij de mensen en de wensen, van de mensen die wonen in deze regio. Dat gaat geen rechtlijnig proces worden en ook geen rechtlijnig resultaat opleveren. Het wordt meebewegen. Meebewegen met dit prachtige Zuid-Limburgse landschap en met de mensen met hun zangerige taal. Dank je wel voor het luisteren. Hartelijk dank. Je ging ook bij de zingen. Heel mooi. Ja.